Hallo, mijn naam is Stan van het Dobbelsteen en ik wil alle inwoners van de mooie gemeente Druten een heel fijn uiteinde wensen. Een uiteinde van een heel mooi jaar voor onze gemeente. Het jaar waarin de Giro d'Italia bijna door onze gemeente heen fietste. Maar daarvoor terug hadden wij iets veel mooiers, namelijk de 100ste vierdaagse die door onze gemeente heen kwam. Kippenvel. De Leste Mert, een traditie, dik voor elkaar ook in 2016. En de Dikkesdag, die wordt alleen maar mooier, groter en spectaculairder. En ook in 2016 bleef Bolderpop, het feest van mensen met een beperking, gelukkig overeind. Ik wil een aantal mensen nomineren om zijn of haar hoogtepunten voor 2016 met u te delen op Facebook. En zij nomineren vervolgens weer twee personen. Allereerst nomineer ik onze burgemeester, man met een hart, blijkt geen robot te zijn gezien de mannequin challenge die hij deelde op Facebook. Heel erg leuk. Burgemeester Lucien van Riswijk. Als tweede mijn lievelingszus Anja van den Dobbelsteen. Als derde Ruben Schiks, werkzaam bij de awardwinning Mazenwaler en hij doet heel veel goed werk voor Dickens. En Rob Huisman, want hij zorgt in 2017 ongetwijfeld ook weer voor de juiste spanning in onze gemeente. En als laatste wil ik heel graag nomineren, ook omdat het voor hun een fantastisch jaar was 2016, Johan en Milena van Genieten en Oldschool. Ik wens u allemaal een heel fijn 2017 toe, met heel veel geluk en gezondheid. Dames en heren, dit is Bor van der Locht en heeft keihard gewerkt voor zijn A-diploma. Uiteindelijk is het gelukt door heel veel extra te komen oefenen, vooral voor de schoolslag. Waar je man doet, gaat zwemmen. En wat wil jij de mensen nog zeggen? Veel plezier en succes met je diploma. Veel plezier en succes met je diploma. Vijf keer. Hallo. Hallo, ik ben Mieke. En ik ben Ans. En wij zijn van de Stichting Doe. Deze ontmoet elkaar. We hebben april 2014 zijn wij gestart met dit mooie project in de basisschool in Deest. Zo, even de kast erbij. Met als idee, achterliggende gedachte, dat we iedereen die hier geboren, getogen, woont is, een prachtige oude dag willen laten genieten hier in het dorp. Zo lang mogelijk in het eigen dorp blijven wonen. Zeggen ze hier. Zo is dat. Nou, daar komt hij dan. In ieder geval voor de hele gemeente, alle inwoners van ons uit alvast een fantastisch 2017. En er komen nog een heleboel groeten achteraan. Kees. Het is hier top. Oh, wacht, het gaat niet goed. Het gaat niet goed. Okay. Top is het hier. Top is het hier. Ik moet iets anders verzinnen. Stefan. Dag, ik ben niet getogen en niet geboren in Deest, maar heel warm opgevangen. En ik wil hier nog lang blijven komen. Een mooi fijn 2017. Mooi.
Het is hier hartstikke geweldig. Ja. Ik ben er nog. Het is hier heel fijn hier en fijn onder elkaar. Allemaal goed. Ja. Het is gezellig onder elkaar en het is voorbeeld van alle dorpen. Ja. Toch? Ja, maar ja. Heel mooi en gezellig. Vooral met Wim Bekkers. Het is hier erg leuk. Ik zou het niet meer willen missen. En de koffie smaakt altijd prima. Ja, we komen helemaal niks tekort hier. Alles, als je binnenkomt, alles staat klaar. En we hebben genieten van alle kanten. Ja, wij genieten van de koffie en daarna doen we heel graag spelletjes Rummy Cuppen. Hoi, mijn naam is Jessica van Gorp en afgelopen september heb ik mijn eigen chocolaterie geopend aan de Hoogstraat in Druten. Het is altijd een droom van me geweest om te ondernemen en met het openen van mijn eigen winkel is deze droom werkelijkheid geworden. 2016 was dan ook een groot succes, mede door alle leuke reacties in de winkel. Dit alles heeft geresulteerd in een nominatie als starter van het kwartaal bij de Rabobank en ik zou jullie dan ook willen vragen of jullie op me willen stemmen. Ik wens jullie een liefdevol chocoladejaar toe. Tot ziens! Hallo, ik ben Kim van Dongen en ik zwem bij Aquanova 94 in Nijmegen. Ik zit op Pax Christi College in VWO 1C. En de school houdt heel erg rekening met mijn sport, want ik kan vrijstelling krijgen van gym en ik mag eerder weg van school. En nou moet ik ook gaan, dus doei! Ik heb niet met je tas. Weet je altijd niet? Mijn naam is Katab Al-Yassin. Ik kom oorspronkelijk uit Basra. Dat ligt ten zuiden van Irak. In 2009 kwam ik in Nederland en in 2011 begon ik met dwarsluit spelen. Ik vind het superleuk om het te doen. En nog veel leuker om met allerlei activiteiten mee te doen. Zoals de Dag van Druten, Dickens Day en natuurlijk Koningsdag. Ik ga de video afsluiten met een Wilhelmus. Ik wens iedereen een fijne 2017. Looks like they're off to a clean start. Smolders with a little bit of a pop. Buchanan trying to get those pedals, sneak up on him. We have Elke Van Hoof coming out from lane 8, but Buchanan just sends it over that big trip. Going to be over the moon with a top 3 finish. I know France will be. This will be a great finish for her, but Buchanan keeping it conservative, staying inside, getting some pressure from Smolders. Crowd's going crazy, so we do have a race, but it looks like Smolders got Buchanan, Valentino, Bao, and Mayer. Tell me if this is cool, blow the smoke back through the window, cause
Now we'll get into lane number one. Our already crowned 2016 UCI BMX Supercross World Cup champion, Laura Smulders from the Netherlands. National champion, now World Cup champion. So as the gate drops down, it looks like Laura Smulders gets out well. Brooke Crane's right there, but from the outside, we also have here, Jason. Yeah, Smulders pulled away, but surprising leap into that first turn by Brooke Crane. Brooke Crane definitely racing to win. She's letting it all hang out. Smulders just pulling away with Brooke Crane and Van Hoop, it looks like, in third. You know, you always wonder the fastest people on the inside, and they sometimes cancel each out, but Smulders just handling it. And your champion in Sarasota, give it up for Laura Smulders from the Netherlands. She also takes the overall win for the 2016 UCI BMX Supercross World Tour.